Kimais. Lange bal richting Akpala. Paternotte moet daar even opletten en dat was Hens. En dan is dat een penalty voor Club. Jawel, we spelen 40 seconden en de aanvoerder van Tubize gaat zwaar in de fout. Maakt Hens, niemand die het hier begrijpt, maar daar zag het ook echt wel naar uit. Ja, hij slaat de bal weg met de hand. Ivan Leko na 1 minuut en 28 seconden tegenover De Matos. Leko goed in het hoekje. De Matos de goede hoek uit. Hij was nog de pineut in Lokeren. En dat lijkt er niet op te beteren. Matthijssen, stoïcijns, zij iets minder met heel veel supporters hier in Tubeke aanwezig. En mooi binnengetrapt. Perfecte penalty. Vizolo gaat jagen. Oei, wat doet Alcaraz en wat doet Breda? Hij geeft ook een penalty. Ongelooflijk. Knoeien achterin nu bij Club Brugge. Vizolo goed doorgejaagd en was dit een penalty? En wat doet Breda? Ze willen een kaart, die van Tubize. Hij gaat geel trekken voor Alcaraz. Geel. En de mensen hier razend dat dat geen rood is. Laatste man was hij natuurlijk wel. Dus als je fluit, nog eens kijken. Dit is een serieuze flater. En dan, ja, als je er alleen gegeven hebt aan de overkant, is het niet onlogisch dat je deze geeft. Maar willen met rechts, ja, het is een penalty ook. Santiago achter de bal. Cartier kijkt niet. Santiago, de spits die al één keer scoorde, mistrapt hem op de paal. We spelen 11 minuten, alle emoties doorgespoeld na die twee strafschoppen. Clément doorkoppen en weer een hand en Akpala en het is 0-2. Club Brugge twee keer in de 16 meter van Tubize. En dus aan 100% afgewerkt. Joseph Akpala, zijn eerste van het seizoen, de topschutter van vorig jaar. En nu zal Club pas echt kunnen ademhalen. Ivan Leko met de vrije trap. En dan is het, jawel, 0-3 Akpala. Het is ongelooflijk hoe Tubize zich hier laat aftroeven door Club Brugge. 0-3 na 17 minuten Akpala, die getorpedeerd werd en die dan zelf die vrije trap maar even binnenkopt. 2 goals per match voorlopig. En dat is het gemiddelde van een Bokani. Joseph Akpala. Het is straffer, want het zijn 2 goals op 18 minuten. Duwtje van Ramael op Alcaraz. Ramael, dit moet hem worden. Ramael, jawel, hij scoort. 1-3. Club Brugge speelt als was dit een oefenwedstrijd. En dat is het natuurlijk ook door die hele vroege 0-3. Maar Club speelt niet goed. Het is niet nodig, maar om ze echt te testen gaan we moeten wachten tot volgende week Dender op bezoek komt. En Tubeke proeft de smaak van een e-redder met nog 18 minuten te gaan. Akpala inmiddels van het veld verdwenen, in zijn plaats Chavez bij Club. En dan wat trapt op de bal. En dan is Song daar en dat heeft hij goed gezien op Dirar. Maar daar is ook De Matos. Oeh, maar half. Dirar, kappen. En Vizolo, goed werk weer. Leko vindt Chavez geen buitenspel natuurlijk. En ja, ja, dat kan die hoor. Prachtig afgewerkt. 1-4, rommelige fase. Tubize en zijn jonge doelman blijven de doelpunten weggeven. De Matos was eerst op die bal en had hij absoluut moeten wegtrappen. Chavez prachtig afgewerkt. 1-4, nog 10 minuten. Villano, leuke invalbeurt. Mag een meter of 10 stelen van de scheidsrechter. En kijk eens hoe snel Ramael is. Daar kan Simaes niet meer bij. En is het goal? Was het dan een penalty? Nee. Niet gegeven. Bijna. Een tweede doelpunt voor Tubeke. Stijne. Nog eens kijken. Raakte die daar de bal? Dat dacht ik niet. Ramael loopt er Simaes af. De voorzet. En dan. Nou nee. Hij gaat gewoon liggen, Stijne. Geen penalty.
En dus was deze reuze kans het laatste beeld van deze samenvatting.